Pas zondagmiddag. Ik was eigenlijk misschien pas een uurtje of anderhalf uur open. Het was super rustig. Gewoon een relaxed sfeertje. En opeens kwamen er daardoor de voordeur een paar jongens binnen. En die hadden allebei zo'n hoodie helemaal over hun hoofd. Helemaal dichtgeregen. En de voorste, die had een groot mes. Echt zo'n vleesmes in zijn handen. Als jou iets ernstigs wordt aangedaan en jij bent slachtoffer, dan wordt zo'n zaak via het strafrecht afgehandeld. Het hele strafrecht richt zich op het rechtvaardig straffen van een dader. Als slachtoffer sta je dan eigenlijk bijna buitenspel, ben je niet in beeld. Sinds 1 januari 2012 is er voor slachtoffers een nieuwe mogelijkheid, namelijk mediation in strafzaken, vastgelegd in het wetboek van strafvordering, zoals dat heet, om in een gesprek met de dader afspraken te maken over het herstellen van de gevolgen van hetgene wat jou is overkomen. Toen ik hoorde dat de daders 14 en 15, 14 en 16 waren, dus hartstikke jong. Nou, daar schrok ik sowieso heel erg van. Ik dacht echt, wauw, dat zijn echt nog kinderen, weet je. Een paar jaar geleden zaten ze nog op de basisschool. Ongelooflijk. En toen ik ook nog hoorde dat het eigenlijk buurjongetjes waren. Een jongen die hier echt vlakbij woont en een andere nou, een paar straten verderop. Vond ik dat ook heel heftig. Omdat je natuurlijk denkt, hé, dan ken ik ze waarschijnlijk. In het strafrecht staat eigenlijk de dader en de daad centraal. Maar de afgelopen 10 jaar heeft het slachtoffer wel meer procespositie verkregen. De verdachte doet zijn verhaal ook aan de strafrechter en wordt daarop ondervraagd. Maar er ontstaat nooit een gesprek in een zittingszaal tussen verdachte en het slachtoffer. En wat we zien is dat als die dialoog wel ontstaat en die ontstaat in mediation, dat er dan een andere synergie tot stand komt en die heel betekenisvol kan zijn voor zowel slachtoffer als verdachte, als beide de moed hebben om zo'n gesprek aan te gaan. Het contact met de daders, dat ik heel graag wilde, dat verliep heel lastig, heel moeilijk. Ja, ik heb echt van alles gedaan en overal kreeg ik te horen van, ja, mooi idee, we zullen het proberen of we hebben het geprobeerd, maar ze willen niet. Het is wel noodzakelijk dat beide partijen bereid zijn om daaraan deel te nemen. Het is dus ook niet iets dat je kunt afdwingen of kunt opleggen. Het is uiteindelijk een hele confronterende ontmoeting die met beide partijen heel zorgvuldig moet worden voorbereid. Die andere jongen, die kreeg ik maar niet te spreken. Totdat mijn film werd uitgezonden op tv en ik op een gegeven moment een mailtje kreeg of een berichtje van een docent die zei van, hey, ik herken in jouw verhaal een van mijn leerlingen. En ik heb een gesprek met hem gehad en we zijn samen de film gaan kijken. En nu wil hij zijn excuses aanbieden. Sta je ervoor open dat we langskomen? Want het was natuurlijk best wel een dappere daad uiteindelijk toch om dit te doen. Veel enger dan een overval. Toen ik vroeg van, heb je ook een zusje? Ja, heb ik ook. Stel je nou voor dat iemand jouw zusje met zijn gezicht bedekt en een groot mes zou bedreigen, zou je dan boos worden? Ja, heel boos. Zeg ik, nou ja, ik ben ook een zusje. En toen keek hij een beetje zo van, oh ja, nou sorry mevrouw, ik zal het nooit meer doen. En ik doe het anders nooit en dat soort dingen zei hij allemaal. En nou, toen hebben we het goed gemaakt, we hebben een hand gegeven en toen was het wat mij betreft klaar. Als mediator werk ik voor de organisatie Slachtoffer in Beeld. En op die manier begeleid ik gesprekken tussen daders en slachtoffers. Die gesprekken kunnen soms voorafgaand aan de rechtsgang plaatsvinden, maar soms ook pas vele jaren daarna. Het zijn uiteindelijk de betrokkenen zelf die bepalen wat voor hun een geschikt moment is. En uiteindelijk gaat het er altijd om dat partijen kijken in hoeverre dat ze zelf regie kunnen terugnemen over hun eigen situatie. De afgelopen 3 jaar zijn er pilots opgezet in 6 arrondissementen, waarbij officieren en rechters zaken konden aanmelden voor mediation. Officieren deden dat wel voor de zitting en rechters deden dat vanaf de zitting. En de resultaten van die pilot zijn boven verwachting goed gebleken. We hebben gezien dat in bijna 80% van alle mediations die naar rechtbankmediators zijn gegaan, dat die zijn geslaagd. De stichting Restorative Justice Nederland beijvert zich nu 6 jaar... om kennis en ervaring rond herstelrecht en herstelgericht werken in Nederland op een hoger plan te trekken. Dat doen we onder andere door educatief materiaal te ontwikkelen, trainingen te ontwikkelen. En een van die projecten is het project rond de documentaire van Julia Roeselers. Als ik je zie, dan groet ik je. De documentaire en het materiaal is mogelijk gemaakt dankzij onder andere financiering door de stichting Achmea Slachtoffers en Samenleving. En het materiaal gebruiken we om professionals, maar ook slachtoffers en daders op een positieve manier te laten zien wat de mogelijkheden van het herstelrecht in Nederland en voor slachtoffers en daders zijn. En met name dan voor die kwetsbare groepen.
Omdat ik denk dat bijvoorbeeld jeugdige daders heel gebaat kunnen zijn, erg gebaat kunnen zijn bij het op een herstelgerichte manier aangaan van de gevolgen van het delict. En ze daardoor een betekenisvolle manier aangereikt krijgen om positief weer de toekomst in te gaan.